Broers en zusters, kijkers en luisteraars, goedemiddag. Ik heet u allen van harte welkom bij de herdenking van het sterfuur van Jezus Christus. En het is goed om te zeggen, we zijn niet in de rouw. Maar we zijn blij dat de Heer voor ons dit gedaan heeft. En heel goed is om te beseffen, zonder Goede Vrijdag kunnen we geen Pasen vieren. Als Jezus niet voor ons was gestorven aan het kruis, konden we zijn opstanding ook niet vieren. Dat we daar rekening mee houden. We zeggen dank aan natuurlijk de directie en het personeel van Apinti, die het dit jaar weer mogelijk maakt dat u thuis en overzien kan kijken en luisteren naar de dienst. De dienst wordt opgeluisterd door het koor Comenia, dat vandaag onder leiding staat van zuster Carla Sanchez. Maar vandaag is het ook een primeur voor u, want we gaan de lezingen doen in Sranang uit het pas uitgekomen boekje A Evangelie voor Boon Vrede. A woord voor Boon Vrede. A woord voor Adi. Gado lop libis masote. Taka je wan inkri mamtien. Fu mektak alas ma di ebribina eng. No mugolasi. Ma fu de abi alibi fu tego. We zingen met elkaar. O mensheid, uw leven. Dentjar Jezus voor kruising. Dan den soldat die tik Jezus, de pura purper jack die bakken naar skin, de weer een eedje kruising, dat dentjar en go naar doro voor kruising. De mekachara kruising fengo tena apresi, die de kar bongobita presi, na jutongo Golgata. Die de char en gwe, de mit was ma fusirina en Simon, di ben kmopo na boiti, abende apafu Alexander na nga Rufus. Den pota kroisi nen skouru dwenge fuchare na Jezus baka. Furus ma bewaka na Jezus baka, so srefi furu umasma. Di esari en kreifu ing ede. Da Jezus draai luku den atachi, umap ching fu Jerusalem, no kreifu mi, ma kreifu srefi en dem ching fu nu. Bika luku, wan ting sa kong pesma sa tachi, blessi fuding di nobe me kipching, na nga fuding di noiti me abipchin na bobi. Den sa bigin taigi den bergi taki, unfadong na witapu, na de hei presi den sa tachi, kon beru nu, kon berwi,
Bika if ding e duso nanga lala udu. Faden sa du nanga dri udu dang. We luisteren naar het koor dat zingt, ach mijn ziel. Wij zingen met elkaar, is dat mijn koning dat aller vaderen wens? Maar den soort dat hij, die den kruisje Jezus, den tik den kruisje ving. De mek voor ipi, ibri soort dat hij ik is van ipi. Zo schreef hij bij jakti ven toe. Maar a jakti no benai, a ben de wampisi,
Fudatede, dat den tai makandra tachi, no priteng, ma mekwi iti wan lot fu ajakti fu shi suma ochisen. Na so a wortu di den profiti ben tak koreti, den prate en krosi, den a de makandra, en fu ajakti den itwa lot. So den surdati du, ala di des don drape e orwakti. Aben den negiurum manteng di den kroisien. Ma Pilatus, ben sendo a scrivi gonadoro, sort foto a ben finna in. Dat den spikri na kroisi na Jesus e de si. A scrivi sotaci, Jesus fu Nazaret a konuf den ju. Furu jusma, con lesa a scrivi bica a presipe de be kroi Jesus, ben de kros be fu a foto. A ben scrivi na ebreu, na kriki, na nga romana tongo. Ma den gran domri fu den jugo, tai Pilatus taki, no scrif taka konu fu den ju. Ma emben takso, mi de a konu fu den ju. Pilatus piki den taki, sa mi scrifi, dat mi scrifi. Luistere naar het. Nee, we zingen. Geen machtigen op aarde. Wacht. Permis me. Maar zo schreef den tatu trasmago na doro fugo kirden. Fu di de ben du ogri. Ma di den kona presi di de kar Golgata. Den je asin muksi na nga bita fu adringi. Ma di atesasani anobe wan dringen. Na drape den kroise na nga den tu ogrisma. Awana en letanu, atrawan en kruptu anu, so Jesus bende na mindri. Da so a wortu kontru fa buku tachi, den teren wan fasinanga de ogrisma. Ma Jesus taki, mitata, kiden pardon, mika deno sabi sang dinge du. Het koor singt, diep bewogen. En wij zingen, o Jezus, man van smarten.
dat we haar kapje zitten aan trom. Maar den zo dat die den kruis Jezus, den tik den kruis die ving. De mek voor ipi, ibri zo dat die ekisma ipi, zo schreef hij abigi jakti ven toe. Maar a jakti no ben nai, a ben de wan pisi. Voor dit dat de den tij makandra taki, no priten. Maar mek we it one lot voor a jakti voor she suma sachising. Na zo a woord die den profiti ben taki kon reti, den praat en kroosi den a de makandra en fu ajakti den itwan lot. Zo den soldati du, ala di des don drape or wakti. Abe de negiru manteng di, di den kroising. Ma Pilatus ben senno a scrifigo na doro sor foto abe finna in. Dat den spikri na kroisi na Jesus edesi. A skrif so taki, Jezus fu Nazareth, a konu fu den ju. Furo jus ma kon lisa a skrifi, mika apresi pede ben kroos Jezus, ben de kroos befu a foto. A be skrifi na Hebreu, na Griki en na Romana tongo. Roma tongo. Ma den grandomri fu den ju, gotai Pilatus taki, no skrifi tak a konu fu den ju, ma inventaxo mi de akonu fdenju Pilatus tai den piki dentati sa mi scrifi dat mi scrifi hei machtigen op aarde. Maar desma, die we wat kapsen apresi, de kosing, de sik de ede den tachi. Yushi, you ben tak, you kan broka tempel fugado, dan baka 3D, you kan make him baka. We help you srefi dan. If you na gado pchin trutru, staka dan komoto na kroisi. So mens mat snap drape na lontu e luku. So srefi den garandomri, de lerman fuwet nanga den gransma, moksitu nanga den. De alamala espoten den tachi, trawanga behelpi. We mek a helpi en sref no. If a de a Christus tru, a konu fu Israel, di gado lop aparti, mek a sakak mopo na kroisi, fu wi shi en fu wi bribi. A poten vertrou na gado. We make God a helping if I love and true. Because in Bentaki, me na God up team. So sref den sur dat I kon spoten tu. Den char a sin kon jeng den taki. If you de a konu fu den ju, help you srefi dan. So srefi wang fu den ogriman di be anga drape, kusen tu taki. If you de a Christus, help you srefi. Help you srefi dan nanga witu. Ma trawan baren taki, you sref no frede gado tu. Ala di you e dede a sref pina dede. We ala tu e kisareti pai man fubi fu de ogri du fubi. Ma adis no du no wan kruk tu sani. Data Jesus taki, masra, memre mi te you kong na you kondre.
Jezus pikken taki ja tru. Met jou taki ti desrefi ju sa de nangami na paradesi. Gebed voor wie u doden. Cross be for a cruise for Jesus. Emma bet napu nanga Emma Samaria avefi fu Cleofas. Nanga Maria Magdalena. Wedi Jesus si Emma nanga a disciple di Abelobi ataige matachi uma luku en na yumamtin. Bakadata taiga disciple luku dis na yuma. En sinds ayuru dati a disciple teking na in osso. Liefde hebt gij ons geboden. Nou, een ding voor 12 uur bakadina. Want bigi dungru konfadong na heer gruntapu. En zo atang te 3 uur bakadina. Zo no besgeen. En na 3 uur, Jezus bari na ngatrangas ten taki. Eli, eli, lama sabaktani. Dat wan taki. Mi gado sang ede yulip miso. Maar zo af ding. Die bet snap drape, die de jere dati, den tachi luku, aikar Elia. Als ik eenmaal moet scheiden, als ik eenmaal moet scheiden, hoe weet ik dat niet van mij? Thank you.
na baka di Jesus tak sabtak no alasanig ba dan fumeka alasan ko reti di skrif na in buku atache midri watra wedi debe abwan patu na nga asing drape one thing one fooding gotik one spons afure na nga asing da af da afase na wan tichi alangeng Jesus meka dringi ma dentra wan taki sang make we see if Elias a konyeping pure na kroisi ma di Jesus tika asin ba ataki a kaba het koor zingt het is volbracht. Immer zal ik dit in het hart te dragen, hoe hij als een weerloos lam. Thank you.
Da Jesus bar one tromoro na nga trangas ting ataki mitata grantang itik mizili na inyu anu. Baka di atak dati abene ede en abro fentapu. Heilige Heere God, wanneer we op dit moment hier op de aarde liggen, dan is het om onze zonden te beleiden. Om aan u te zeggen dat we verkeerd hebben gehandeld. Om aan u te zeggen dat wij ons niet hebben gedragen zoals wij beloofd hadden te doen als navolgers van u. We bidden u, Heere God, om ons te helpen. Om vandaag op deze Goede Vrijdag 2024 een nieuwe start met u te maken. Een ander leven te gaan leiden dan wat we vooraf deden. En misschien denken wij, we doen het en niemand weet ervan. Maar Heer, u kent alles van ons. Niets van ons is voor u verborgen. En daarom bidden wij u op deze middag, helpt u ons. Helpt u ons om te veranderen. Helpt u ons om een ander mens te worden. Een mens die omkijkt naar de anderen. Een mens die probeert te leven zoals die beloofd heeft in navolging van u. Maar u moet ons helpen, want wij zelf deugen nergens voor. En toch houdt u van ons. En toch, Heere Jezus, hebt u alle rijkdom, alles gelaten om te sterven voor ons op het kruis. U was zonder zonde, maar u hebt het gedaan. Omdat u gehoorzaam was aan de wil van uw Vader. En daar bedanken wij u voor. En we weten dat we niet in de rouw zijn. Maar we weten, Heer, dat we nu eens het feestkleed dragen om straks bij u te zijn. Wanneer we staan voor uw troon in de witte kleren gewassen in het bloed van het lam. Heer, dat zal een fijne dag zijn. Maar nu op aarde danken wij u dat we nu al aan de wereld kunnen laten zien. We zijn navolgers van Jezus Christus. En we weten dat we niet een dode Heer dienen, maar een levende Heer Jezus Christus. We danken God dat we Goede Vrijdag hebben. We danken u, Heer Jezus, voor het offer dat u voor ons hebt gebracht.
We vragen u, helpt u ons verder. Wanneer we bidden op deze middag, dan bidden we voor allen die u nodig hebben. Of ze u nou aanroepen of niet, Heer, neem onze smeekbeden aan. En help hen in die benauwdheid waarin ze zitten. Misschien geen eten, misschien ziek, misschien in het ziekenhuis, in de gevangenis. Heer, waar ze ook zijn. Maar laten wij de mensen zijn die naar hen omkijken, omdat u ons dat geboden hebt. Zodat wanneer we komen, wij mogen plaatsnemen aan uw rechterhand. Kom in, mijn gezegende knecht, want u hebt op aarde uw werk gedaan. We bidden vanmiddag voor onze totale evangelische broedergemeente. U weet hoe het gaat in de kerk. U weet hoe zaken lopen. We leggen het in uw vaderhanden. En we bidden, geef ons wijsheid. Geef ons inzicht om te kunnen weten hoe wij deze kerk verder moeten leiden. We vragen, Heer, dat u ons helpt. Vanmiddag dan bidden we voor onze kinderen. Onze kinderen die we gebaard hebben, maar ook de anderen die van andere moeders zijn. We leggen onze kinderen in uw vaderhanden. En laten alle christenouders die hun kinderen ten doop hebben gehouden, inderdaad beseffen dat ze een grote verantwoordelijkheid hebben om hun kinderen op te voeden naar het woord van God. Maar we bidden voor al die anderen buiten, die misschien u wel kennen, maar doen alsof. Heere God, hou onze jeugd vast. Want als deze jeugd verloren gaat, wie is dan die toekomst voor dit land? Wie gaat het van ons overnemen als we er niet meer zijn? We leggen het bij u, omdat u God bent. Maar help ons als ouders onze verantwoordelijkheid op te nemen. En te gaan staan naast onze kinderen. En hen te wijzen wat goed is en wat fout is. En niet meedoen met de kinderen alsof we net zo jong als zij zijn. Help ons die verantwoordelijkheid te dragen. We leggen de beleidsmakers op deze middag opnieuw in uw vaderhanden. En we worden niet moe om hen bij u te brengen. Omdat u op uw tijd in hun hart gaat werken. Om hen te doen beseffen hoe ze dit land moeten besturen. En hoe wij verder moeten leven in dit door u gezegend land. Wees met uw wereld, o God. Wereld in onrust. Oorlog hier, oorlog daar. Zoveel boodschappen van oorlog. Maar wees met uw wereld. En laat ons beseffen dat we maar één aarde hebben. En dat we die goed moeten houden. Goede God, Heilige Vader. We kunnen niet anders dan te bidden voor de jarigen vandaag. Dat u hen zegent, maar dat ze vooral u bedanken voor de genade aan hen geschonken. We denken aan onze zuster Annemarie en broeder Wilfred, die vandaag jarig zijn. Zegen hen. We bidden vandaag voor de zieken. U weet waar ze zijn, u kent hun omstandigheden. We denken aan zuster Judith Helberg, die ook zou willen zingen. We denken aan broeder Zwingli, we denken aan zuster Lydia. En al die anderen die we niet bij naam kennen. Broeder Iwan, die graag bij ons zou willen zijn, maar u kent hem. We bidden, Heer, help hen. En laat het zijn dat u op uw tijd doet wat u wil in uw leven. Maar dat ze u aanroepen, met u in gesprek gaan. Zo bidden we voor degenen die in rouw gedompeld zijn. We denken aan onze zuster Voogd en al die anderen die we niet bij naam kennen. Heer, troost hen en wees hen nabij wanneer wij geen woorden hebben. Zo, Heere God, zoveel willen we u vragen. Zoveel willen we bij u brengen. Maar we vatten het samen in het gebed dat u ons geleerd hebt om te bidden. Wanneer we zeggen, onze Vader. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.
We zingen met elkaar, het is volbracht, ook welk gebeuren. Gij zondaars, vat nu nieuwe moed. En luku, a bigi garding na in tempel preet na tupisi. Kom mopo futap sete na ondro. A gron sektu, a sekso trang attack, den bigi ston priti en grebi opo. En furu fu de santa de desma, di bendong esri na ini esribi, de opo komoto na in den grebi. En na bakka di Jezus opo bakka na dede, den gona ina santa foto, go soor de srefi ginofosma. Ma officieri di bent nap lit abra fu eng, nanga den soldati feng, di behoor wakti na Jezus, di den shifa agro seki, nanga alla de sani di psa, en fa Jezus dede na soan trang, nanga soan tranga bari, den kos kreki fu tru. En na officieri prese gado attaki tru as madisi bende wan retisma a bende gado pchin so srefi ala de furu trasma di ben kondrape golu fuluku di deshi ala de sandisi de nak den borsu en so den drai gwe baka et koor singt.
Maar alle den kompe voor Jezus snap drape toe. De napje zo far away. Zo toe de uma die ben kmopo na Galilea waka na Jezus baka voedienen. Kutaki, Maria Magdalena, nanga Maria Amma, voor Jacobus, nanga Jozes, nanga Salome, Amma voor de ptien voor Zebedeus. Zo schreef hij nog vertrouwen moro die ben go nanga ing na Jeruzalem. De shi ala de sandis toe. Ma di den ju mus mixan klari fu Pasca fu date de den go begi Pilatus fu asa mix ma mas go mas broko den bonyo pur den a kroisi fu den di de skin nota anga na kroisi a her sabadi bika a sabadi de wa aparti santa di fu den vena so de surdati con broka fosis ma bonyo nanga di fa trawa di tu di ben kroisi makandra nanga ing. Ma di den kona Jesus en den shitak adedekba den obroken bonyo moro ma wan fu den sudati sute nanga wan lansri nen seibere en wan teng brudu nanga watra lonk mupona ini. As ma di ben shidati ing etaki fu asandisi. Atak tu fu de ataki fu ing de trutru sang abentaki trutru fu wi mus bribi bika asan konso fu awortu mus korreti di skrif na imbuku taki de nosa broko wan bonyo fin wan tra wortu etaki tu de sashi suma de bensutu na ngalasri lam for ons gestorven. Sabating wan gramastra fu Arimatia, wan foto fu Judea, Yosef, abede wan gramastra fu Abigi Krutu, na Jerusalem, e wan bung e fromsma. Anobe moksi na ina Krutu, na ngadu fu den trawang. En, em ben angri fu mek gado kondre kong. Na chibrifasi abe waka na masra Jesus baka. Te abe mang, abe tekleri fu masra aladi abe frede den jusma. Ma atek dekati fu go aksi Pilatus fu pura de desking fu Jesus na kroisi. Pilatus fu wondru fu tru fu yere tak Jesus de deso essi. Dan Pilatus karwan fu den hisur dati a aksin efa de de langakba. Di Pilatus kis fu yere adeso tak adeso agi primisita ki den kaji Yosef ade de skin. Yosef go bai finle na krosi, tanga go pure na krosi. So srefi Nicodemus, di ben kon wantro na Jesus na neti, kontu. Achar mera na nga alwe, moksi makandra waundro pontuso. Den teka de de skin fu Jesus, domre na invit, in kringwile na krosi, di de ben bai, dit be abispesri na inilek fanen jusma ben gwenti fu berisma. Krosbi fu apresi, pede be kroisi Jesus, wanjari bende, nanga wanyun grebi, peno wansma ben dona ini ete. Abende a egi grebi fu Yosef fu Arimatea, dit ben kot puru in wan bigiston. Wena drape den pot Jesus don, bika a sabade fu jusma, ben de fu begin en as refte de be mixan klari fu Pasca en agrebi ben de crossbe de lolo wan bigi stone na agrebi mofo dan de gwe ma de uma fu Galilea
die bij koning Jezus, de wakago na nga Jozef toe, fugoluku agrebi. Maria Magdalena na nga atra Maria ama fu Jozef, bende drape toe, den gosto letabra agrebi, fuluku fade pot as eskin di dom. Den draigwe baka fu mek des pesri na nga sar fu klari, ma asabadi, mana asabadi de musrustu, so lek fa awet takin. Atradi na baka fu adi di debe mixan klari fu paska den grandomri na nga de farsiman goma kandra na Pilatus den taki masra wi komprak ser taki di abidrigi ma bende na libi ete abe taki na baka dride misa opo baka we yu mus gi komanderi fu den tapu e wakti agrebi bom dride langa fu den disipel fu eng no kon fu furing da den go verteer alas mataki a opo bakana dede. If wi no opo ai, desa kors ma bakate moro lek fosi. Pilatus tae den tachi, pete kwakti man, engo tapa grebi. So gung, so gung, fu undenki taki a defanogu. Vena so, den gwe, otu aktima na grebi en a stronsrefi de marki na nga lak. Te so fara a liisi fu bun frida. Baka disi, da wo bro en a fruku paspas ka mamanteng da wi kan taki masra Jesus wiki tru tru baka na dede. Te so fara a liisi fti de. We zingen aan Makendra. We zingen het heilig onbevlekte lam dat ook mijn zonde op zich nam. De bekendmaking welke ik voor u heb, na de dienst is er verkoop van eten en drinken. U hoeft dus niet direct naar huis te gaan. En om 16:30 begint het concert hier in de kerk. En ik wil u vragen daar een vrijwillige bijdrage voor te geven. Morgen, stille zaterdag, is er geen dienst. Jezus rust in het graf en wij rusten ook. Laten we de rust houden. Zondagmorgen om 17:30... hebben we de opstandingsdienst waarbij we terugdenken aan degene die ons tussen Goede Vrijdag 2023 en Pasen 23 tot Pasen 24 zijn voorgegaan. Het zijn 20 broeders en zusters.
En dan om 9:00 is het dienst. Maar na de opstandingsdienst is er een paasontbijt. Ook daar vragen wij een vrijwillige bijdrage voor. En weet u, een vrijwillige bijdrage is een persoonlijke zaak, hè? Het is een persoonlijke zaak. U gaat een vrijwillige bijdrage geven waarvan u denkt dat het redelijk is. Naam je toch? Maar 5 kilo, de wam of 5 bij willen, met die de wam 5 kilo, met die de ding. Mooi. We gaan deze dienst besluiten met het laatste lied. O, dat toch een ieder op lieflijke wijze de redder van zielen mocht loven en prijzen. Nogmaals, broeders en zusters, wil ik u heel hartelijk danken dat u hebt deelgenomen aan onze White Party. We bedanken de directie en personeel van Apinti, Radio en TV. We danken het koor onder leiding van zuster Carla Sanchez. En we denken aan broeder Diekman, die voorlopig eventjes er niet bij kan zijn. En ik hoop dat de lezing in Sranang goed bij u is overgekomen. Broeders en zusters, een hele gezegende middag verder.